Jacques Lucassen, we zijn hier in Maasrees en we staan bij je Arctic One. Een monsterlijk prachtige machine. Maar die heeft een voorgeschiedenis. Ja, dat heeft hij zeker. Vertel eerst eens even, wat ben je van plan hiermee te gaan doen? Ik ben van plan om met deze motor naar de Noordpool te rijden. De Noordpool? Ja, en dat is al een wens die ik heb sinds 1997. Hoe is dat ontstaan? Ik was bezig met een wereldreis, met een Fireblade toen de tijd. En tijdens het bijna het laatste jaar van mijn wereldreis reed ik over de Karakoram Highway in Pakistan. En dat was helemaal het einde van de wereld, maar nog niet einde genoeg. En toen ontstond dat idee om naar de Noordpool te rijden. Oké. Nou ben je een wereldreiziger. Je hebt diverse lange trips erop zitten. Vertel daar heel kort eens even wat over. Het is eerst ontstaan toen motorvakanties te kort waren. Toen heb ik een half jaar ben ik weg geweest. Ik heb de motor toen naar Australië verscheept. Heb daar 4,5 maand 38.000 kilometer rondgereden. Daarna ben ik met de rugzak naar Indonesië geweest. Indonesië was prachtig. Die rugzak, dat vond ik maar niks. En ik had toen het vertrouwen dat ik een wereldreis aan kon. Dat zou een eenmalige wereldreis worden. En daar ben ik vertrokken in 1995 en teruggekomen in 1998. En in de tussentijd verslaafd geraakt aan het reisvirus. Een leuke verslaving. En in 2001 ben ik vertrokken met een R1 voor een wereldreis van 250.000 kilometer. En die heeft 5 jaar en 5 maanden geduurd. Een R1? Een R1. En dat is wat hier als donormotor gebruikt is. Maar een R1 is toch wel de laatste motor waaraan je zou denken als je gaat beginnen aan een wereldreis? Ja, dat zegt iedereen. Maar voor mij was dat een hele makkelijke keus. Want dit zijn de motoren van mijn hart. En dat vind ik veel belangrijker dan de juiste motor voor het terrein. Want als je hart erin zit, dan lukt alles. En is dat voor iemand anders een off-road motor of een all-road motor, dan maken ze wat terrein betreft zeker de juiste keuze. Maar voor mij is het zo'n soort fietsen. Want als er een keertje lekkere bochten zijn, dan wil ik er ook voor kunnen gaan. Wat met deze fiets weer niet meer zal gaan lukken. Ik kan me wel wat beelden herinneren over die wereldreis, waarbij je met de R1 tot aan de zadel bijna in de blubber staat. Meest extreme in de woestijn enzovoort, maar hij heeft je nooit laten staan. Eigenlijk niet, nee. Ik heb 3 keer een probleem gehad wat ik niet binnen 2 dagen op kon lossen, maar uiteindelijk is alles te repareren. En motorisch gezien heb je die 250.000 kilometer heel goed doorstaan. Hij rijdt nog steeds, hij staat nu op 358.000 kilometer. Met hetzelfde motorblok? Met hetzelfde blok, niet ongereviseerd. De bak is wel gaar, maar hij rijdt nog steeds. Hartstikke gaaf. Even terugkomend op de koude ritten. Hoe heb je je voorbereid om richting Noordpool te gaan? De voorbereiding is eigenlijk gestart meteen nadat ik in 2006 terugkwam. Een of andere maloot, Marcus Kingma heette hij, die vroeg me op een motorbeurs om mee te gaan naar Noorwegen om daar nieuwjaar te vieren op de Noordkaap. En met in mijn achterhoofd het plan om naar de Noordpool te rijden leek me dat een keigoed idee. Wij zijn toen vertrokken met 2 motoren. Ik met de R1 en Marcus had een klein Yamaha'tje. We hebben die rit moeten opgeven omdat we niet de juiste banden hadden. Maar echter wel met het plan om het nog over te doen. En dat hebben we ook gedaan. De winter daarop zijn we met z'n tweeën naar de Noordkaap gereden in de winter. Het grote voordeel was dat ervaring opdoen uiteraard, maar het was daar niet koud genoeg. En daarom ben ik in 2009 naar het noorden van Alaska gereden, vanuit het zuiden, samen met Doris Wiedeman. En daar ook weer veel geleerd, maar echter nog geen ervaring op het poolijs, want daar mocht je niet komen. Toen ben ik in 2013, had ik een andere R1 gepakt, die heb ik helemaal aangepast. Die noem ik de Polar Ice Ride R1. En daarmee ben ik naar Barrow gevlogen. Dat is het meest noordelijke punt. Daar is geen weg naartoe. En daar ben ik gaan rijden over het poolijs.
En, uiteindelijk aan land gekomen en toen naar het meer zuidelijke punt gereden. Daar heb ik heel veel ervaring op gedaan. Ook dat het op die manier niet lukte. Sommige dingen gingen prima, sommige dingen niet. En alles wat niet ging, dat is hierin verwerkt. Een van de dingen die dan opvalt als we kijken naar deze Arctic One, dat zijn de extreem brede banden. Dus ik neem aan dat daar ook het probleem zat. Ja, het is een... Het grote probleem was het draagvermogen, de footprint van de motor. En in combinatie met het overeind zetten. Ik had in 2013 had ik grote banden, grote wielen. Maar die waren ook vrij hard. Niet soepel genoeg. Niet soepel genoeg, dan snijden ze in de sneeuw en dan val je door de sneeuwduinen heen. Dus ze moesten soepeler zijn om je en breder zijn. Om meer draagvermogen te creëren. Ook kon ik die motor kon ik niet in hoogte verstellen. En een motor met hele grote wielen, die kun je bijna niet meer overeind zetten. Deze motor kan ik helemaal laten zakken. Die heeft ook luchtvering. En die zet ik met één hand zet ik hem overeind als hij op de zij ligt. Dus het is eigenlijk een combinatie van die twee. En dat is dus hier totaal anders. Maar dat vergt wel een totaal andere bouw van de motor. Nou is dit natuurlijk niet te krijgen in de motorhandel. Dus je hebt ook echt alles zelf moeten ontwikkelen. Ja. En je hebt daar heel veel support bij gehad. Heel veel. Ik heb heel veel hulp gehad van mensen die mijn avontuur een warm hart toedragen. En die mij prettig gestoord vinden. Ik ben nu 3 jaar aan het bouwen. En dit is het resultaat. Ik ben nog ongeveer een paar maandjes vanaf een rijbare motor. En dan zal ik de rest van dit jaar er nog aan verder werken om hem te verbeteren en te testen. En dan hopelijk volgend jaar januari het eerste deel. Nou kan ik me voorstellen dat daar onderweg weinig benzinepompen zijn. Hoe ga je dat doen met bevoorrading en benzine en eten, noem alles maar op? Er is onderweg zeer weinig te krijgen. Maar ik ga de hele tocht opdelen in 3 delen. Het eerste deel is eigenlijk nog vrij simpel. Dat gaat over de weg. Daar is nog alles verkrijgbaar. Daar kom ik aan in Tuktoyaktuk. Daar zal het tweede deel beginnen. Tuktoyaktuk ligt in Canada. Want ik ga vanuit Anchorage vertrekken. Tuktoyaktuk naar het meest noordelijke punt dat ik kan bereiken, wat nog land is. Dat is Wardhunt Island. Dat wil ik deel 2 noemen. Dat tweede deel... Daar zijn nog overal nederzettingen, daar wonen nog overal die Eskimo's of die lokale bevolking. Dus dat is nog mogelijk om daar benzine te droppen en dergelijke. Dus dat is dan ook nog wel te doen. Dan komen we ongeveer op dezelfde manier van reizen als ik in 2013 ook heb gedaan op het Poolijs. Echter van Wardhunt Island naar de Noordpool, dat is een stuk vogelvlucht van ongeveer 800 kilometer pakweg. En daar zal helemaal niks te krijgen zijn. Dan zal de brandstof zal ingevlogen moeten worden. Alles zal ingevlogen moeten worden. Wat ik onderweg nog nodig heb. Dus de logistiek komt er ook aardig wat voor kijken. En financieel natuurlijk ook. Dat, even kijken, wat wil ik zeggen. Ik zal dat ook niet alleen doen. Ik ben er in 2013 achtergekomen dat het zelf vervoeren van de brandstof eigenlijk onmogelijk is. En ook het filmen en fotograferen terwijl ik met die uitdaging bezig ben. Dat ging goed op een wereldreis, dat gaat goed hier thuis, maar dat gaat niet als je onderweg bent. Dus er zal iemand mee moeten om te filmen, fotograferen en een brandstof mee te nemen. Dat kan op 3 verschillende manieren gebeuren. Misschien met een hondenslee, misschien met sneeuwmobiel of een andere optie zou nog zijn een soort van rupsachtig voertuig wat ze ook in het leger in Noorwegen en dergelijke gebruiken. De uitdaging zelf zal ik echter helemaal alleen doen, ze mogen me niet helpen. Oké. Nou weten we allemaal dat er de laatste tijd wat meer water dan ijs is. Stel dat het over 1,5-2 jaar nog minder is, dan, wat ga je dan doen?
Nou ja, je hebt nooit nergens geen zekerheid. Het fijne van zoals ik het aanpak is dat ik stap voor stap kan doen. En als er een keertje een stukje moeilijker te overbruggen is, dan kan ik bijvoorbeeld het jaar daarop dat stuk proberen. Blijkt echter dat er te veel water is, dan pas ik de motor gewoon aan, zodat ik ook stukjes water kan hebben. Dus dan zullen er pontons aan de zijkant komen die ik daar aan kan zetten, zodat ik het water over kan en dan weer op het ijs verder. Maar naar die Noordpool ga ik. Hoe hou je jezelf warm? In 2013 had ik de kleding voor mezelf eigenlijk best wel op orde. Ik heb het niet echt koud gehad. De helm was echter niet goed. Ik ga nu met een Arai die ik aan zal passen. Toen was het vizier, dat was verwarmd en dat was dubbel glas. Maar dat werkte niet, daar kwam vocht in. Dus toen moest ik het vizier loszetten en dat kan ik nou helemaal niet hebben. Dus je moet een systeem hebben wat goed functioneert. Wat kleding betreft heb ik verschillende lagen. Want je moet ook nooit op één paard gokken. 'S morgens kleed je jezelf en als je denkt het wordt koud, dan kleed je iets meer. Of als je denkt het wordt warm, dan kleed je iets minder. Ook een beetje aan van het terrein wat je verwacht te rijden. Want moet je hard werken en is het niet al te koud, dan zou je warm worden. En kun je redelijk makkelijk vooruit. En is het wel koud, dan word je te koud en dus is het ook niet goed. Verwarmde kleding is daarbij een enorm goede oplossing. Want zo kun je temperatuurschommelingen mooi opvangen. Is het te koud, dan zet je hem aan en heb je het warm, dan zet je hem uit. Wat is de koudste temperatuur die jij tot op heden hebt meegemaakt? De koudste temperatuur die waar ik in gereden heb, zal waarschijnlijk zo rond de min 37 zijn. Maar met sterke wind. Dus de windchill? De windchill, ja, dat doet wel wat, ja. Ja. Moet je de motor enorm aanpassen om in die kou te kunnen starten? En de vloeistoffen en noem alles maar op. Nou, motorisch gezien had ik het vrij goed voor elkaar in 2013. Ik zal nu ook heel veel van hetzelfde doen. Putolin had speciale olie voor mij ontwikkeld. Die gewone temperaturen aan kan, maar ook die pas een stolpunt heeft van min 51 Celsius. Dat is enorm laag. Ook bij min 40 en dergelijke blijft die ook nog lekker dun en lekker vloeibaar. De koelvloeistof is ook best wel speciaal, maar wel normaal verkrijgbaar. Dus niet speciaal voor mij ontwikkeld. De koelvloeistof doe ik echter voorverwarmen, voordat ik ga starten. Ik heb een aggregaatje bij me, had ik toen en zal ik nu ook hebben. Er komt een verwarmingssysteem in te zitten in mijn koelsysteem. En daar doe ik mee voorverwarmen op 220. Via een weerstandsdraad doe ik ook de carburateurs voorverwarmen. En dat is ook heel belangrijk. En dan valt starten wel mee. Een speciale accu die bij min 25 tot min 40 nog functioneert. Dat is ook belangrijk. Maar een accu kan ik ook altijd meenemen in de tent. En jouw banden, die kunnen de lage temperatuur ook hebben? Dat ze niet breken of kapot gaan? Ja, de banden, dat was enorm moeilijk om die te vinden. Dat heb ook heel veel tijd gekost. Want de banden en de opzet van de motor, om dat uit te denken en hoe je gaat beginnen, dat moet gewoon goed zijn. Want ja, als je eenmaal aan het bouwen bent, dan moet je daarmee verder. Ik kon echter geen banden vinden, het gaat dan over achter, die breed genoeg waren. En ik ben toen uiteindelijk op het idee gekomen om twee banden aan elkaar te vulkaniseren. Ik heb daar een bedrijf voor gebeld in Duitsland, Hofman. En die hebben al aardig wat speciale banden gemaakt. En toen ik het al voorstelde om aan elkaar te maken, werd het even stil aan de andere kant van de lijn. Toen ik hem echt uitlegde hoe ik het ging doen, toen zei hij, ik geloof erin, we gaan het doen. En dus zo is de brede achterband ontstaan. Hoe breed is die? Die is ongeveer 60 centimeter breed. Het zijn twee Formule 1 stokkerbanden die aan elkaar zijn gevulkaniseerd. Daar is een sneeuwprofiel op gevulkaniseerd. Dus het profiel kan dat prima aan.
Dan gaan we het hebben over de donorband die ervoor gebruikt is, de Formule 1 Stokkaband. Waarom heb ik die daarvoor gekozen? Nou, hoofdzakelijk omdat die zo enorm soepel is. Als ik dadelijk met een bandendruk rij van 0,25, 0,3 atmosfeer, wat bijna niks is, dan wordt hij gewoon vlak en heb je enorme grip. En een Stokkabanden moeten ook enorme grip kunnen creëren. En dat krijgen ze onder andere door door het rubber wat erop zit, maar ook omdat ze zichzelf vlak trekken op de weg. Dat rubber heb ik eraf gehaald, het loopvlak, en dan blijft er alleen de donorband over. Die donorband, dat heb ik op laten vragen bij de fabriek. En wat blijkt nou, die fabriek die dat maakt, is dezelfde fabriek die ook voor Noord-Canada, Noord-Amerika, ook de banden maakt die daar in de Poolgebied gebruikt worden. En die gaven me door dat de donorband die temperaturen makkelijk aan kan. Het profiel wat hun erop hadden zitten niet, maar dat heb ik er dus af en mijn eigen profiel erop. Dus ik heb daar goede hoop op. Goed voorbereid? Ja. Okay. We zijn er dan ook al jaren mee bezig.